Alright. Want er bij hen. En zo vooral, merci aan iedereen voor te komen. Ik vind dat Max is de Max. Dat is zijn support is van die laatste shit. That's a bait. Dus was best, ja. Ik weet nog, mijn 14 jaar, ik was een keer heel stom gezegd, maar Brahim zien bezig zijn toen ik geïnteresseerd geworden in beatbox. En vandaar het eigenlijk was dat een min manier voor toch een bepaald muziekinstrument te spelen. En dan hoorde ik aan de stage in Toerut, wat ik voordien in school zat en dat ik al Joffen leren kennen omdat hij beatboxte. En dan zag ik dat gevraagd van ja, ga je niet mee, we gaan gewoon een show gaan doen. Totaal niet weten wat dat we moesten doen, gewoon van ja, we gaan dat hier proberen. Een half uur een stuk of drie nummers zouden we zeker, we hadden nog een andere dude mee zitten van Veldegem. Ik word toen op dat moment eigenlijk gewoon de beatboxer. En hoe dat ik het begon met rappen toen is gewoon... Op een dag is die andere kerel weer niet afgekomen. En vroeg ze zei van ja, schrijf een keer een tekst, ik kan het toch proberen. Dus toen zei ik tegen Justin van ja, uit, schrijf het ook een keer een tekst. En we luisterden al twee echt veel naar hiphop, en zelfs nog meer dan ik. Dat was al. Dus ik ondertussen maak ook al de beats en doe ik de productie. We hebben meegedaan aan het demo-contest in Veldegem. En toen hebben we 100 stemmen gekregen, omdat we eigenlijk ook wel 100 man mee hadden. Want de tweede had 3 stemmen of zo, want ze waren naar huis met kwijt veel mensen. Dus dat was toch wel zo'n boost van, ja, we bloeven dat we doen, maar dat is altijd voor de leute geweest. That's the story, man. Het is eigenlijk niet meer dan dat. Dat is allemaal toevallig. Goed, ja, want dus, het wil echt nieuws doen van die jaren. We doen eraan, beatbox. Yo, beatbox doen. Map it down. Map it down. Beatbox. Map it down. Yeah. Dat wat ze aan deze tof van. We deden dan beatbox, we doen beatbox. Map it down. Oké, alle mensen die je zo al kunnen zien, verdienen, weten, iedere keer dat we deden we beatbox. Altijd beatbox. Dus nu gaan we het wel heel anders doen. Beatbox. Met pedalen. Dus oké, het was eigenlijk ik stamp op die pedalen en ik blijf minuut laten doen, bla 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 bla. Ik stamp nog een keer stamp op die pedalen en ik blijf minuut laten doen, bla 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 bla. Ik stamp nog een keer stamp op die pedalen. Ik stamp nog een keer stamp op die pedalen. Oké, het was eigenlijk ik duw op die pedalen, ik duw er nog een keer beheer te loopen. Daar ik duw op die pedalen, ik duw er nog een keer beheer te loopen. Daar ik duw op die pedalen, ik duw er nog een keer beheer te loopen. Daar ik duw op die pedalen, ik duw er nog een keer. Snap je het? Snap je het? Snap je het? Succesverhaal doen. Maar ik vind het wel een great succes dat we CD aan doen. Ja, voor ons is dat een succesverhaal. Niet voor de onuitputbare inspiratiebron Brigadier. Maar voor mij is dat wel een great succes dat we CD aan doen. Dat is erop en eraan. Ik wil er eigenlijk niet zo ver meer mee aan. Kijken wat er allemaal is. Ik pees nog aan mijn eindwerk. En Brigadier is al als volgende bezig. Dat is ik echt zeker. In zijn hoofd zit hij al veel verder. Maar dat is goed. Probeer dat dan samen te spiegelen aan de grote, weet je. Verder te dromen dan dat je zo kunt, misschien kunt bereiken, maar toch proberen van dat te gaan. Ik heb niet echt een ambitie, het is zo. Het is gewoon puur, ik wil echt met muziek bezig zijn, dan moest ik dat niet doen. Dus ook niet met muziek bezig. Ja, juggelt dat ik erbij? Nee, nee, nee. Wat? Ik zie niet depressief toen hij dat bladje schreef. Ik denk dat deze crisis door al die stempels heb geleerd. Maar nee, dat feest nu is ik echt, dus eigenlijk heb ik mijn paar maat. Hoi, die plus complex. Maar nee, dat noem ik DNA. Vraag me waar nooit de reflex. Ik heb massa schrijvers, angst en bommen en bloed. Maar van die binding worden kan bestaan. Maak me de energie, anorexia van de stress. Mensen schuw op die vries. Is dat brigadierspest? Maar dat doe het, fuck shit. Ik sta voor één deur, het is zo zonne. Als dat school, dat liever
nooit haar haar met één gebissel los kan. Dat zou kunnen ze hebben verlost bij de superslot. Ik zie ook een pure mannen, ik zie het hier is all in effect. Een lief van mooi en beste seks, dan met een black cat deck. Zij zit er in dyslexie, veel MC's, krap met Chinees. En in de cijfer is bestand, kijk ik als smart face. Nee, ik heb die allemaal op een rieke staan. Mooie is er nu nog echt normaal. Ik heb de krak in mijn kop, maar ik zit nog langer niet zat. Ik zit nog geen nummer 1 vrouw. Nee, ik heb die allemaal op een rieke staan. Mooie is er nu nog echt normaal. Ik heb de krak in mijn kop, maar ik zit nog langer niet zat. Ik zit nog geen nummer 1 vrouw. Zie je haar dan de standaard, dus die al lang verloren. Speciaal geval abnormaal en overal een naam voor. Voor een diagnose, maar dat zou niet worden. Moment dat therapie voor al die zieltjes te verkopen. Aan een stukje dokters zijn ik het bij aan één ego. Iedereen genezen met een beetje van placebo's. Plastische boord, dus we worden aangevoerd. Maar nee, het is niet zo stom, dus ieder weer te kort komt. Nee, ik zit niet helemaal normaal. Maar ik zit de trots uit de mensen niet gewone banaal. Yes, ik vond in de taal, maar ik zie de charme in de geest. Ik ben niet op mijn ik ben het beste van mezelf niet. Ik zie niet leuk, maar ook niet hier. Ik apprecieer er aan te gaan. Over een hoge van pijn. Dit verdedigen van de trots en de slecht. En ze beseffen niet, ze leken aan de achter zitten. En de match op de hypocrisie. Nee, serieus, dat is Eldrecht het van mij. Ik heb niet allemaal op een rieke staan. Mooi is er nu nog achter man. Ik heb een krak in mijn kop. Ik zit nog langer niet zat. Ik zit als geen ander in je vrouw. Ik heb niet allemaal op een rieke staan. Mooi is er nu nog achter man. Ik ben een krak in mijn kop, ik zit al lang niet zo. Ik zit al in nummer 1, bro. Nummer 1, bro. That's it, folks. Ik ben een keer. What's up? Massa's fat shit. Ik voel me al waar en waar, Massa's nice. Hij is dekot. Hij is dekot. Ik moet massa gaan doen. Wil je richting naar je hebt? Hier dat vult. Ja. Moet er nog eens aan. Ik moet daar. Die fucking paparazzi motherfucker. Ik alleen al massa is in dienst gekomen. Yo, salut, merci. Het eerste wat ik doe is onze producer volgen, Brigadier. En ik zo massa's makkelijk aan meegaan in de samenwerking. Waardoor dat trisomie is net Brigadier. Ja. En ik doe dat gewoon, ik pluk en dan letter de vruchten van mee zonder dat ik eigenlijk het wat doe. Ja. Yo, checkt, Kriel met een op en Astra. Hoe goed kan je het hebben? Nee, we zijn een goed duo. Ik mis soms de. Hoe moet ik zeggen? De zelfzekerheid en een bepaalde manieren voor bepaalde dingen goed te vinden. Dus ja, ik weet niet. Het is niet primeur en brigadier, het is brigadier en primeur. Zou je het kunnen doen zonder hem? Dat is wel een goede vraag. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik pezen, moest ik nu op het dag zeggen, ik stop ermee, zodat er geen trisomie in mijn zin, omdat brigadier zonder die primeur niet zelfs te zien. Dat is wel raar voor je 29 persoon of 30 persoon te klappen. Maar het zou het wel anders zijn. Het zou niet meer. Ik weet niet, ik weet niet dat het niet meer zo trisomie zou zijn. Omdat we er qua persoonlijkheden zelf. Ja, zijn soms heel uiteenlopend. Dat ik dat nu. Het is soms daarom dat er zoveel draaien zitten in een onderwerp ook. Omdat hij over dat wil schrijven en ik wil over dat schrijven. En uiteindelijk zitten we op hetzelfde niveau en we verstaan elkaar, maar we willen het anders aankaarten. We gaan pezen, ook onze nummers zijn gebaseerd op elkaar jarenlang kennen en jarenlang het open ding doen. En, ja, dat is bij de basis van de groep ook, dat we hier met elkaar meegemaakt hebben. En dat je dan bij met het tweeën dat je niet zo goed kent als je mee meegemaakt hebt, is dat niet met hetzelfde. Dus dat is geen trisomine meer. Ik weet het niet, ja. Ik wil een goede vraag. Ik zou pezen om misschien al de kaarten op tafel nog bij die laatste te zetten. Want anders heb je er maar 3 dubbers bij, lekker van de zee. Of zie je als ik. Dat is wel vet, hè. Ja, laten we dat zo, anders beunen we met 2 nieuwe en zijn we direct aan de moeder. Ja, dat is wel gewoon. Dat is beter dan dat. Intermezzo en dan het laatste de bangers. Dat is bij de tomaten beunen en dan pushen het laatste. Het is zo aan met de wendingen met de 3 beste nieuwe. Ja. Dit is een eigen maatje, Peter! Hoogte, hoogte, hoogte! Jawel!
We hebben geprobeerd van het beste eruit te halen. Ja. Diepe te houden, niet te diepe. Verre te houden, maar niet te ver. We hebben 3 jaar geluisterd naar de rest om te weten wat we niet moeten doen. En toen hebben we geweest, hey, gaan we 1 maand en 3 maanden. En dan hebben we gedaan. Daarom is 3 jaar luisteren en 3 maanden cd maken. En iedere 3 jaar 1 cd. Dat is prism. Words! Ik is niet allemaal op een reken staan, maar wie is er nu nog echt normaal? Ik heb een krak in mijn kop, maar zin nog langer niet zat. Ik zin nog schreeuwen naar mijn eigen verhaal. Ik is niet allemaal op een reken staan, maar wie is er nu nog echt normaal? Ik heb een krak in mijn kop, maar zin nog langer niet zat. Ik zin nog schreeuwen naar mijn eigen verhaal. Vent.